is super aardig. Hij praat echt van eerste door. Dus hij kan Nederlands. Dus ik heb hem net een hand gegeven. Te gek. Echt zwaar te gek. Tientallen nerveuze fans verzamelden zich op 30 juni op Plaza. Allemaal in afwachting van de komst van niemand minder dan auteur Stephen Fry. Het Britse multitalent was voor een paar dagen in Nederland en maakte van de gelegenheid gebruik om bij ACO zijn tweede autobiografie, The Fry Chronicles, te signeren. Wat is jouw naam? Anneke. We zijn echt grote fans van hem. We kijken heel veel naar zijn programma's. Een programma over Amerika, een programma Last Chance to See. En we zijn ook naar de Royal Albert Hall geweest om zijn lezing te zien. Dat was ook heel bijzonder. Hij is gewoon heel grappig in zowel schrijven als series en films. En hij weet gewoon heel veel, dus dat is ook indrukwekkend. Leuke Britse droge humor. Hij is ontzettend intelligent, hij heeft hele mooie documentaires gemaakt. Is dit voor jou? Yes, and my husband. En wat is jouw naam? M&M, dat is het. M&M? Ik was al de hele dag zenuwachtig eigenlijk. En dat heb ik nooit, want ik ben al heel lang geen schoolmeisje meer. Maar toch wel erg gespannen, ja. Ik denk dat ik hier nog wel een paar dagen van moet bijkomen, eerlijk gezegd. The Fry Chronicles is op dit moment te koop in alle boekwinkels. Nice to meet you. Dank u wel.